Hoi, ik ben Felicia Greven en ik heb een hele leuke tip als het gaat over kinderboeken, namelijk Het druppeltje en de steen. Dit is een Kroatische vertaling. Wat hier super leuk aan is dat het eigenlijk geschikt is voor kinderen vanaf 3 tot 12 jaar. En dat gebeurt niet snel met een kinderboek. En dat heeft er voornamelijk mee te maken dat de tekeningetjes, die zijn heel erg geschikt om naar te kijken op het moment dat je wordt voorgelezen. En daarbij staan er diverse blokken die vervolgens wat meer verdiepingsslag bieden voor degenen die wat nieuwsgieriger zijn en graag verder in de materie gaan. En waar gaat het nou over? Het gaat erover hoe een druppeltje uit een wolken naar beneden valt en eigenlijk een hele lange weg gaat door de aarde en vervolgens druipstenen maakt en hoe de rotsen ontstaan. Dat alles is gekoppeld aan mooie bezienswaardigheden in Kroatië. Dus mocht je daar ooit op een gegeven moment heen gaan, dan kun je dit wellicht eraan koppelen, zodat je ook weet hoe het ontstaan is.